moment waar heel Flevoland altijd op zit te wachten. Ook op vrijdagmiddag zo eventjes na 1:30. Het shownieuws met Bart Ettenkoven van Weekblad Weekend. En natuurlijk ook van Shownieuws Weers. Goedemiddag, Bart. Hey Bart. Goedemiddag. Hallo. Lekker bijgekleurd. Heb je in de zon gezeten? Nee, niet eens. Nee, daar was het te warm voor, toch, de afgelopen dagen. En daar werkt hij ook te hard voor natuurlijk. Ja, dan heb je ook wel weer gelijk. In de zon zitten. Ja. Volgens mij, de sterren laten zich ook niet zo heel veel in de zon zien. Want het is vrij rustig op roddelgebied, mag ik wel zeggen. Ja en nee. We hebben natuurlijk nog Frank Masmeijer, de hele zaak rond Umberto Tandy. Zijpelt lekker door. Nederland geniet natuurlijk ondertussen van de soap van Martin Meiland. Die in zijn château in Frankrijk nog steeds, of met zijn serie over zijn château, nog steeds een miljoen kijkers gemiddeld weet te trekken. Met uitgesteld kijken erbij. Wat echt wel, ja, ik heb het van de week ook al op televisie geroepen. Ik vind het echt wel een beetje de verrassing eigenlijk van het afgelopen televisieseizoen. Ik weet niet, kijken jullie ook? Ja, zeker. Ja, zeker. En het gaat weer een seizoen door, hè? Ja. En het gaat weer een seizoen door. Ze hebben bijgetekend. John de Mol die begrijpt ook wel dat je deze mensen niet moet laten lopen. En ja, volgens mij moeten ze zich bij RTL inmiddels voor de kop slaan dat ze dit niet hebben binnengehaald. Dus ik moet zeggen, het is toch wel een leuk succes voor Talpa. Wat wil ik nou daarover zeggen? Tweede seizoen. Ze gaan natuurlijk nu zijn inmiddels klaar. De gasten zijn er inmiddels. En ja, volgens mij wordt het dan ook echt leuke televisie. Het wordt volgens mij een soort Nederlandse Fawlty Towers bijna. Ja, ik zie die Martien daar al. En hij moet natuurlijk samen met die vrouw koken. Met die vriendin die daar is. En die dochter die rent daar dan nog even tussendoor. En ik denk dat het hele leuke televisie wordt zodra die gasten aankomen. Want ja, dan begint het echte leven natuurlijk. En moeten ze daar de mensen gaan vermaken en plezieren. Ja, kan je nagaan. Dus het is nu al leuk, hè? Het is nu al leuk. En dan zijn ze nog maar alleen met hun eigen familie en dan de huisvriendin. Dus laat staan als er dadelijk ook mensen van buitenaf komen. Met nieuwe impulsen, rare gasten, opvallende gasten. Ik denk dat het fantastische televisie op kan leveren. Ik hoop alleen wel dat ze onthouden dat het natuurlijk. Ik kan me voorstellen, als je daar in zo'n château komt en je wordt meteen staat met een cameraploeg voor je neus. Terwijl je lekker denkt, ik ga lekker in een château rustig bijkomen, vakantie. Ik denk niet dat alle gasten er op zullen zitten te wachten dat er een cameraploeg. Nee, maar als je boekt, dan weet je dat je dat er allemaal bij krijgt. Dus dan heb je er van tevoren denk ik wel over nagedacht. Precies, dat denk ik ook. Dus ik verheug me ontzettend op dat tweede seizoen. En ik vind het inderdaad geen wonder dat het er komt. Want ja, dat kon ook bijna niet anders natuurlijk met de kijkcijfers die ze op dit moment hebben. Ik heb zelf ook eens een kamer proberen te boeken. Hm? Want ik wilde ook nog in augustus even die kant op. Volgeboekt. Ze hebben alleen nog enkele nachtjes. zijn er wel, als je op hun agenda kijkt, kan je één nachtje. Maar bijvoorbeeld twee of drie nachten, een lang weekend. Je kan het helemaal vergeten, tot september helemaal ramvol. Wat natuurlijk komt door die show, we hadden van de week nog aan de lijn, Martien. Hij zegt, ja, alleen al na aanleiding van de uitzending van gisteren waren er weer 80 reserveringen bij. Dus het is natuurlijk, ja, wel. Maar voor hun een goede zet natuurlijk. Ja, wie het laatst lag, dat zeg ik dan ook maar. Ja. En ik denk dat heel Nederland zich nog steeds afvraagt van Martien, vrouw, getrouwd, kind, hoe? Nou, dat weten we nou toch onderhand. Jawel, iedereen zit nog steeds van, heeft die vrouw dat nooit in de gaten gehad? Is dat nooit iets geweest van, joh, moeten wij wel kinderen nemen eigenlijk ook, zo? Ja, nou, ik denk het wel, want ze zijn wel heel, heel ook lief. Ja, niet zozeer in de soap, daar lopen ze vooral op elkaar te schelden allemaal. Maar het is volgens mij wel echt een hele liefdevolle familie. Ja, als je ziet hoe dat kleinkind daar opgroeit met opa, oma, moeder erbij. Iedereen zorgt voor elkaar. Ik denk wel dat zij gewoon een heel goed huwelijk hebben, opnieuw. Hè, want ze zijn natuurlijk even gescheiden geweest. Ja. Nadat Martine uit de kast kwam. Maar hebben toch begin dit jaar besloten om toch gewoon weer te trouwen. Want ze willen wel samen verder. En ik denk dat er eventjes heel veel hetero-koppels en homo-koppels, wat voor koppels dan ook zijn, die misschien al jaren geen seks meer met elkaar hebben of apart slapen, maar wel een heel goed team samen zijn. Ja. En daar zijn zij eigenlijk het ultieme voorbeeld van. Hè? Ik bedoel, in bed gebeurt er helemaal niks, maar er is natuurlijk in een relatie zoveel meer dan alleen de seks. Ja. En verder zijn zij gewoon een fantastisch team met z'n tweeën. Hij is de creatieve, zij is de financiële vrouw die alles op orde houdt. Die zorgt dat er niet te veel centjes worden uitgegeven. Ja, ik denk dat wij gewoon een gouden koppel zijn. Ja, dan eventjes het andere koppel waarover ook heel Nederland zegt, hoe dan? Humberto en de fotografen? Ja,
En de fotograaf. En de fotograaf. Ja, en Fleur bedoel je. Ja, dat klopt. Ja, vandaag, of zeg maar deze week, koppen alle andere bladen ook weer met allemaal verhalen. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik las eigenlijk, ja, dat niet om zuur te doen of kinderachtig te doen, maar ik las eigenlijk niks nieuws. Nee. Want Fleur vertelt op 3 pagina's in de privé eigenlijk helemaal niks. Ze geeft op iedere vraag eigenlijk een ontwijkend antwoord of zegt helemaal niks. En ook mijn collega's van de Story hadden helemaal niks nieuws. Dus ja, het verhaal van weekend, van 2 weken geleden, staat eigenlijk gewoon nog steeds overeind. En Umberto wil nog steeds niet reageren. Hij heeft afgelopen week wel weer gereageerd met een Latijnse tekst die hij opschrijft op een papiertje. Dat heeft hij op zijn Instagram gepost, waarin hij, ik weet even niet meer wat hij zei, maar volgens mij liefde overwint alles, of woorden van gelijke dat trekking. Dat was het, ja. Een handje van zijn vrouw erbij. Natuurlijk, precies. Dus zij houden nog steeds van elkaar. Ik denk eigenlijk dat het laatste nieuws in die zaak is dat Umberto en zijn Ineke ook deze storm gewoon weer keihard gaan overleven. Dat ze ook zij ontzettend veel van elkaar houden. Eigenlijk net als het vorige koppel waar we het over hadden. Ja. En misschien ook wel afspraken hebben gemaakt daarover. Misschien mag Umberto wel eens koud zijn. Ik weet dat niet. Ze hoeven mij dat ook helemaal niet te vertellen. Ze hoeven dat eigenlijk aan niemand te vertellen. Maar het zou het wel rustiger maken als zij bijvoorbeeld net als Helene van Rooyen en Tom van Rooyen destijds, of als een Peter R. de Vries. Die zijn daar heel openlijk over geweest. Die hebben gezegd, we hebben een fantastisch huwelijk, maar op dat gebied hebben wij wel een open huwelijk. Mm-hmm. Dan neem je eigenlijk alle reden tot roddel weg bij de bladen, maar ook bij de buren en overal en bij je collega's. Want dan weet iedereen, zij mogen dat, ze hebben dat nou eenmaal zo met elkaar afgesproken. Zij hebben dat nooit naar buiten toe gecommuniceerd. Misschien is dat ook helemaal niet wat er aan de hand is. Hè? Mm-hmm. Dat suggereren heel veel mensen. Maar goed, de tijd zal het leren. Ik denk dat Ineke en Umberto ook deze storm gewoon weer gaan overleven met z'n tweeën. Ja, ik zag Fleur afgelopen weekend op een festival in haar woonplaats. En bekenden om haar heen die zeggen, joh, zij gaat er een beetje wat om van, iedereen weet nu wie ik ben en that's it, klaar. Misschien is het daarom te doen, dat weet je ook niet. Heb je nog een leuke kleine uitsmijter of zo? Misschien een leuke roddel over de voetbalvrouwen? Want daar vind ik, er wordt heel weinig over gesproken, hè? Over hun privéleven. Nou, ik hoorde net wel alarmerend nieuws. Lieke Martens zou niet hebben meegetraind vandaag tijdens de trainingen. Ja. En het is nog uiterst onzeker of zij er morgen in die kwartfinale bij kan zijn. Omdat ze zou ontzettend last hebben van een teen. Dat is al een tijdje zo, maar dat zou nu zo pijnlijk zijn geworden dat het onzeker is. Ze heeft ook apart getraind van de andere vrouwen. Ja, laten we fingers crossed en hopen dat ze morgen gewoon op het veld kan verschijnen en haar fantastische talenten aan ons kan laten zien. Ik hoop dat het allemaal weer helemaal tot uiting komt. Bart, dankjewel voor deze week en wij spreken elkaar gewoon volgende week weer. Dag Bart, tot aan het weekend. Hoi.